Hey, hello guys. Deze video zien jullie zo meteen. Eerst tijd voor een leuke app. Je kan ook skippen, maar kijk, ik heb app weer klaar die ik verkoop. Dus big money for me. Just a few minutes. Oké. Het is wel een fucking gekke video. Like, als ik jullie. Het is een zieke video, maar de app even ervoor voor die big guap stacking. De video is fucking gek. Dus hey guys. Kijk, jullie vragen je waarschijnlijk af, waar de fuck was je al die dagen? Ik was best wel met veel video's, waaronder deze, what the fuck. In deze video zit er dus wel een kleine ad, zij is nu, daarna is het gewoon een nice video. Want ik verkoop per kleren, niet zoveel, maar ik verkoop wel deze Australian trackpants. So, if you like some good hardstyle, zou ik deze kopen, because it's a hardstyle trackpad. Er staan nog andere dingen op, maar daarvoor moeten jullie zelf een kijkje nemen op de app Bump. Bump is een resale streetwear vintage app. Ik was echt al lang op zoek naar eentje die deftig werkte. Want al de anderen staan of vol met rommel en shit dat ik toch niet wil kopen. Of ze hebben geen goede buyer protection, stel je wordt gescamd, dan krijg je je geld niet meer terug. Deze op deze wel zo. Als je er kleren op verkoopt, deze app neemt echt niet zoveel vergelijken met andere. Andere hou je er amper iets aan over. Deze, de fee is niet eens zo groot vergelijken met wat je er allemaal voor terugkrijgt. De app ziet er fucking nice uit. Je kan zo leuk filteren wat je wil, wat je niet wil en alles. In case you're looking for some, let me say, some vintage stussy. En ik heb deze fucking babe die je gevonden. Ik bedoel, het is echt fucking nice dingen. Stel, je bent nu iemand die dingen verkoopt. Resale guy. Deze app is ook perfect daarvoor, want zoals ik zei, het staat niet vol met shit. Iedereen die op die app zit, is wel op zoek naar nice dingen. Dus je kan een beetje hogere prijs instellen, want mensen vertrouwen elkaar meer. So you can earn a lot of money if you're the resale guy. Seek a high beast close for you little high beast. Stel je wordt gescamd. Heb een goede protection, man. Je krijgt al je fucking geld terug. Iets wat ik niet direct zou doen, maar wat fucking hypebeast zou kunnen doen. Via de app zit er ook een soort van proxy ding. Waardoor dat je eigenlijk je kleren kan bestellen die nog niet uit zijn. En dan gaat er letterlijk iemand in de rij gaan staan bij je winkel. En dan koopt hij het voor jou. Het is fucking duur, maar stel je bent op zoek naar die nieuwe Supreme Jack. Dan is dat wel perfect om te doen, snap je? Ik heb zelf ook een paar kleren op de site gezet. Waaronder die Australian Track. Zeker eens kijken op mijn profiel. Als deze video online staat, staan mijn producten ook online. Ik bedoel, beseffen jullie deze Stussy X Baby? Ik wist niet eens dat die bestond. It's gonna be fucking great, man. Dus vergeet niet om een kijkje te nemen op Bump. Dan zou ik zeggen, hey, enjoy this video. Because it's a fucking nice video. Hey, thanks for watching, weet je. Ben je even scared als mij? En heb je geen geld om kleren te kopen op dure resale sites? Ga naar tweedehands winkels. Tweedehandswinkels is the way om kleren te kopen in 2019. Het is stylish, het is swag en het is goedkoop. Dus ben je op zoek naar koopjes? Ga dan naar. Oké. Okay. De tweedehandswinkels. Tweedehandswinkels zijn moeilijk om te vinden omdat niemand weet waar ze zijn, niemand wil delen waar ze zijn. Ik weet toevallig waar de fucking ingang is om naar de tweedehandswinkels te gaan. So guys, today we gaan tweedehands shoppen. Muntje, like. Ik neem jullie vandaag mee naar alle tweedehandswinkels. Jullie zijn waarschijnlijk al lang op zoek naar alles. Guys. Tweedehandshops. Ook op straat. Hoeveel kost het? Is dit nice? Nee? Kijk, het ding wat de handelswinkels is, daar is soms shit in hangt. Je moet een beetje zoeken naar alles. Soms ben je nice te dingen, soms niet. Want de ingang van elke tweedehandswinkel kan je vinden. De Primark in Antwerpen, niemand weet het, niemand weet het. Hier is de geheime doorgang naar de gekste tweedehandswinkels van Antwerpen. Tussen de onesies is de doorgang naar elke fucking tweedehandswinkel. Dit zijn tweedehandswinkels. Er is veel volk. Maar in deze winkels vind je de beste kleren voor de laagste fucking prijs. Zoals jij scared bent als mij, deze winkels zijn de fucking key. Soms in tweedehandswinkels moet je kijken waar niemand zou kijken. Op zoek gaan naar die geheime treasures. Want sommige mensen laten shit vallen. En dan valt het onder de fucking kapstokken. So always take a look underneath everything. Ik heb op dit moment nog niks gevonden.
nog steeds op zoek. Ik ben hier nog steeds. Ik heb nog niks gevonden. Ik heb een nieuwe patta. Zoals je ziet, hidden treasures in tweedehandswinkels. Wat vinden jullie van deze patta? Sommige tweedehandswinkels zijn niet zo hard als andere. Dus wat doe je dan? Je zoekt de geheime doorgang en je gaat naar de volgende winkel. Dit is geen fucking tweedehandswinkel. Waar de fuck ben ik? Soms gaat het fout. Soms zijn de doorgangen niet wat je denkt dat ze zijn. Ik weet niet precies welke winkel ik ben. Denk. Dat ga je nemen. Maar ik moet nog altijd een broek hebben, want natuurlijk kan niet blijven opnemen zonder broek. Want dan wordt elke video gedemonetized. Dus, ik ga een nieuwe jas zoeken. Je wil misschien niet denken dat de H&M de perfecte winkel is om een outfit te zoeken, maar dat is wel. Zoals je ziet, een makkelijke outfit in minder dan 10 seconden. Hoe ziet dit eruit? Even de catwalk. Maar eigenlijk is de H&M niet zo mijn winkel. Dus, we gaan terug door het portaal. Zoeken naar de volgende winkel. Ik heb nog altijd geen broek. Dit is weer geen tweedehandswinkel. Ik ben boos. Dit is geen fucking klerenwinkel. What the fuck? De zoektocht naar een fucking broek in de tweedehandswinkel is hem niet geworden. De doorgangen in winkels werken niet meer. 3 van de 4 keer kom je in de winkel, maar dat is niet eens een fucking tweedehands broek verkopen. Ik ben niet op zoek naar fucking Hema Markt. Fucking H&M. Ik wil goedkoop tweedehands klerenwinkels. Maar dat is hem niet geworden. Aan deze video is er veel fucking leid bijgekomen dat je niet eens hebt gezien, omdat ik beelden heb moeten verwijderen. Snap je, het doet er niet toe. Maar weet jullie nog wat ik zei in die influencer video over die campagne met otakos? Nice man. Ik wou geen fucking meeting doen in de otakos omdat ik dat lame vond. Dus ik dacht, misschien is het wel grappig als ik broek ga zoeken in de otakos. Ja kijk, ik ben achtervolgd door de medewerkers nadat ik dat opgenomen was. Je hebt mij zo half bedreigd en dan gezegd dat ik die beelden moest verwijderen. En omdat ik lieve guy ben, heb ik dat gedaan. Ik had ook ballen kunnen hebben en een vlindermes kunnen trekken en zo. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat gebeurt er. Soms ga je naar huis uit tweedehandswinkel zonder broek. Kijk, het is hem niet geworden. Soms, check. Ga je een broek. Bedankt om te kijken. Hoop dat jullie het leuk vonden. Smash zeker een duimpje omhoog. Ik heb hier veel werk gehad. Man, naakt in McDonald's alles. Ga je niet naar Bump te kijken? Je kan kleren kopen van mij. Ik zeg maar, ik verkoop kleren dat ik niet meer aandoe. Bedankt om te kijken. Tot de volgende keer. Morgen, nieuwe video. Bye.